Good morning. One moment. Okay. Goedemorgen. Ik heb besloten. Oeps. Okay, ik heb besloten om een dag in mijn pyjama les te geven. Hoe cool is dat, dat je les kunt geven in je pyjama? We gaan rustig beginnen op je buik. Voordat we beginnen, je hebt echt twee blokjes nodig. Dus als je geen blokjes hebt, maak dan een creatie met wat boeken en een dekentje. En we gaan op de zijkant stretchen. Dus je kunt op een blok liggen. You can go on a block. Maar nu dat je toch thuis bent, kun je misschien beter op een kussen liggen. Dus als je nog geen kussen in de buurt hebt, so you can do it on a block. On a block with a blanket, but it will be nicer with a cushion. So maybe you can grab some cushion or two, so you're sure. And the handdoek, the towel, and also nog een belt of een shawl, a belt or a shawl. We start with the towel. In twee, en een heel strak rolletje maken. Dus even voordat we beginnen, een belt of een sjaal, twee blokjes of twee stapels boeken, een handdoek die je oprolt, en een kussen om onder je zijkant te liggen. Of twee kussens, dan zijn ze zeker dat je hoog genoeg ligt. So. Then we will start on the belly. Breng je kussen onder je heupknobbels. Dus onder je heupknobbels. En dan beginnen we in de ster. Wat wil dat zeggen? Zie dat je plaats genoeg hebt. Uw voeten liggen open, uw tenen naar buiten, uw hielen naar binnen. Bij sommige mensen vallen die hielen op de grond, bij mij niet. So, the heels are in and the toes are out. So, if the heels are not touching the floor, that's okay. Mine are not touching either. Die handdoek zorgt ervoor dat uw onderrug beschermd is. En dan liggen uw armen voor u. Ik lig niet zo goed met de handdoek. Handen voor u. And turn your nose to the right. And just stay here. 3 minutes. Feel your breath. Feel your body. Wake up slowly. It's Monday. So feel what's happening when you breathe. Push your belly in the floor when you breathe. Drop the shoulders. Push slowly in your towel. Voel waar dat je plaats kunt maken. Dus probeer trager te ademen en voel waar je plaats kunt maken. Feel where you can make more space. En misschien ligt er niet goed op je handdoek. Misschien moet je gewicht iets meer naar achter. If the towel is not feeling okay, then maybe bring your weight a little more to the back. Try to relax the shoulders, the face, the belly, the back, your bum. Dus probeer echt met die heupknobbeltjes dieper in je handdoek te zakken. Probeer dieper in je mat te zakken. En probeer trager te ademen. Voel wat er gebeurt als je ademt.
Best way to start your week. Voel wat er gebeurt als je trager ademt. Feel what's happening when you breathe slower. You can make more space. En misschien zijn die schouders nog niet helemaal ontspannen. Probeer of je die schouders meer kunt ontspannen. Als je schouder-issues hebt, misschien moeten die armen meer hier. If it is not feeling okay on the shoulders, then maybe bring the arms a little down. One more minute, so make sure that everything is relaxed. Oké, zet je handen. Duw je op. Breng je ellebogen op de grond. Breng je voeten dichter bij elkaar. Draai de hielen naar buiten. Heels are falling out. If this is too much for your lower back, then walk your arms a little more to the front. En dan probeer de schouders meer naar buiten te brengen. Bring the shoulders more to the back and drop your head. Voor je nek te stretchen. Drop your head. 1 minute. Stay here. Press the elbows in the floor to keep the shoulders open. Breathe in 4 counts. Breathe out 4 counts. And stay here and bring your linker knee up. So your left knee as high as you can. Then bring the right hand on the floor a little in front of the shoulder. Dus niet naast die schouder, een beetje naar voren. Maybe you need a block. So what you do is bring the left arm to the right before your breast. And your chin is before the arm. Dus uw arm voor uw borst en uw kin voor uw arm. For me, I can bring my arm on the floor. Try to lower down the right shoulder. Dus je probeert je rechter schouder naar beneden te krijgen. En ik kan hier blijven liggen. Als dat niet is, dan moet het misschien, dan ziet het er misschien een beetje zo uit. Misschien kunnen die helemaal zakken en steunen op hun elleboog. Dat kan. Breng dan een blokje onder je hoofd. Maar probeer je twee schouders even laag te krijgen. Bring both shoulders on the same level. Dus misschien hier, misschien kunnen die helemaal doorzakken. Dat is niet erg. Steun dan op je elleboog en gebruik je blokje om te steunen. En dan kun je misschien ook een beetje steunen op die andere elleboog. Maar probeer
Niet te zakken dan. Probeer echt je twee schouders even hoog te krijgen. Dus option 1, on the block. Option 2, bring the arm more to the right. En misschien kun je nog je hand onder je hoofd leggen als dat beter voelt. Wiggle a little, dus pak je een tijd om te voelen waar dat het beste ligt. And then we stay for 3 minutes. For me, this is a big one. Dit is echt een grote stretch voor mij. Dus probeer daar naartoe te ademen, daar waar dat je het meeste stretch of spanning voelt. One more minute. Oké, zet dan uw rechterhand. Duw rustig op. It's a big one for me too. En dan doen we de kat pakt zijn staart. The cat grabs his tail. So, grab your towel. Bring your head on your right arm. Bring the towel on the right side. Lift your left foot. No, that's the right foot. Lift the right foot and wiggle. So bring your head on your arm. Wiggle a little. So loosen up your hip, your neck, your foot. And before you grab it, make some circles with the left shoulder. My shoulder needs it. Voor die stretch van de rest, als je die nog voelt, maak rustig rondjes. En dan make circles the other way. And then grab your foot. In case you cannot grab your foot, use your shawl or your belt. En dan is mijn arm langer. Dus je kunt hem in een belt doen. Of mijn voet. Je brengt je voet all the way to the right. Dus mijn hoofd valt van mijn arm. Op mijn handdoek. Je hebt je voet vast. Je probeert dat je linker schouder zo ver als je kunt naar rechts te brengen. Dan heb je je linkerbeen. Je brengt die knie zo hoog mogelijk op de grond. Probeer of je met je rechter schouder nog meer naar links kunt stappen. En dan breng je rechterhand op je linkerknie. De kat. Pak zijn staart. 3 minutes.
Dus als je blijft me liggen, als je ergens verloren bent gelopen, je linkerknie was omhoog, je hoofd was op je narren, je linkerhand heeft je rechtervoet gepakt en dan ga je met die rechtervoet helemaal zakken naar rechts. Dus je hoofd valt van je arm op je handdoek. Breng dan je rechterschouder nog iets meer naar links. Breng je linkerknie hoger op. En dan breng je rechterhand op je linkerknie. En je wilt die linkerknie laten zakken en die linkerschouder laten zakken. So you want to lower down the left knee and you want to lower down the left shoulder. So you feel the stretch in the left side of your body. Make sure that your neck feels okay. Dus voel waar dat je met je neus moet blijven. Misschien wat meer naar rechts, misschien wat meer naar links. Breathe. Dus probeer die linkerknie waar dat je hand op ligt en die linkerschouder die boven is, zachtjes te laten zakken. Lowering down. The left shoulder, the left knee. Je wilt eigenlijk je linkerschouder zo ver als je kunt van die linkerknie brengen. Adem dan rustig, adem traag. Relax your eyes. Misschien wil je die rechtervoet dat je vast hebt loslaten en hier hangen. If it feels better to loosen your foot, you can. And then just try to drop the left arm. Als het beter voelt in je knie, dan moet je dat zeker doen. But we are there. Dus laat rustig alles los. Strek je benen uit. Kom op je buik. En duw je op je ellebogen op in child. Dus breng die knieën even breed dan je mat. Breng die zitpotjes naar beneden. Misschien blijven die armen hier. Misschien komen die armen over je benen naar achteren. Dus knieën even breed als je mat. Als dat niet goed voelt, breng je knieën iets dichter bij elkaar of iets verder. For people with injuries in the knees, child will not be good, then you do the happy baby. And als je armen te kort zijn voor de happy baby, doe de één stuk belt rond ene voet, maak een lus rond die andere voet en dan kun je die armen wel langer maken. So, happy baby of child en kies in uw child of je die knieën. Even breed. Als u mat wilt leggen, of misschien wat breder, of misschien wat smaller. Armen naast u, of armen boven u. Probeer te zakken. Laat die zitpotjes zakken. Laat die schouders zakken. Moet je buik dikker worden.
Adem misschien een paar keer uit langs die mond. En dan zijn we klaar voor de andere kant. Zet je handen rustig op je mat. En dan komen we terug in de ster. Dus plaats maken. Je hebt die hand ook nodig onder je heupknobbeltjes. Voel dat die rug, die heup ontspannen zijn. Voeten breder dan die mat. Tenen naar buiten, dat die hielen naar binnen zakken. Breng je armen open. Breng deze keer je neus naar links. So, nose to the left. Voel, je probeert je handen boven je hoofd te brengen. Alleen als dat lastig is voor je schouders, moeten ze misschien lager liggen. So if this is not okay for the shoulders, bring the arms where it feels good. Laat die heel rustig zakken, misschien raken die de grond, misschien niet. En feel the breath, duw die buik in de grond, voel die schouders zakken, ontspant je onderrug. Handen eruit te komen, breng die handen rustig naast u. Breng eerst je benen toe. Kom op je ellebogen. Als het te veel is, wandel je ellebogen iets meer naar voren deze keer. Rechterknie zo hoog mogelijk op. En laat je hoofd zakken. Relax your head.
Duw die ellebogen in uw mat naar voren. Hou die schouders weg van uw oren. Voelt je buik bewegen. Voelt je nek stretchen. En dan komen we van hier in een schouderstretch. Dus zit je linkerhand ietsje voor je schouder. Breng uw rechter, misschien heb je een blokje nodig. Breng uw rechterarm onder u. Dus uw arm voor uw borst en uw kin voor uw arm. Dus misschien die hand onder uw hoofd, misschien die hand naast uw hoofd. Two shoulders on the same level. Dus if this is too hard or not possible for the shoulder. Misschien breng je arm een klein beetje terug, dat je op je elleboog steunt. En dan breng je een blokje onder je hoofd en je steunt ook op je linker elleboog. So, left elbow is on the floor, right elbow in the, on the floor. And support your head with a block. Dus dat is optie 1. And this is option 2. 3 minutes. Dus probeer niet helemaal naar rechts te zakken. Try to drop the left shoulder. Probeer echt plaats te maken elke keer als je inademt. Maak plaats elke keer als je uitademt. Try to let go. Probeer of je zachter en trager kunt ademen. Voel het verschil. Voel hoeveel meer plaats dat je kunt maken als je zachter en trager ademt. Misschien een paar keer uitademen langs je mond.
Oké. Om eruit te komen, zet die hand, duw op. Breng uw hoofd op uw linkerarm. Hef uw linkervoet, wiggle. Loosen up your hip, the leg, the foot. Oké, en dan moest ik nog die handdoek klaarleggen. Bring your towel. En even die schouder losdraaien. Make circles with the shoulder. Andere kant. Dus je moet met je rechterhand je voet pakken. Dus misschien heb je een belt nodig rond die voet. Pak die voet vast. Breng je linkervoet, laat die helemaal zakken naar links. Je left foot all the way to the left. Je hoofd valt van je narren op je handdoek. Probeer uw rechterknie hoger op te trekken. Breng uw linkerhand op je rechterknie. Dus die rechter schouder zakt helemaal naar links. En die rechterknie probeer op de grond te krijgen. Dus uw knie en uw schouder zo ver als je kunt uit elkaar. Misschien kun je uw linkerschouder nog iets verder naar de rechterkant van je mat. Rechterkant van je mat als je daarmee je buik op ligt, weliswaar. En blijf hier. Stretch de rechterkant. Dus als je ergens verloren bent gelopen, je was begonnen met je rechterknie omhoog, met je hoofd op je linkerarm. Hef je linkervoet. Rechterhand pakt je linkervoet. Laat je voet helemaal zakken tot hem op de grond is. Je hoofd zakt op je handdoek. Breng dan je rechterknie hoger op. Breng je linkerschouder meer naar rechts of meer naar die rechterknie. En je wilt die knie laten zakken en die voet. So you want to lower down the knee. En de voet. Check your neck. Dus draai die neus naar rechts, naar links, om te voelen waar dat je met je neus wil blijven. En sink deeper into the yoga mat. Laat die rechter schouder zakken. Laat die rechter knie zakken. Misschien wil je een blokje onder die knie steken als dat nodig is. If this is too much for the knee, then just let go of your foot en laat je arm zakken op de grond. Feel your belly going up and down. Relax your cheek, your face, your eyes.
Okay, and let go. Turn. Duw op uw ellebogen. Duw weer terug in sjaal. Deze keer breng je knieën tegen elkaar en kom hier. Foetus. Misschien heb je die handdoek nodig onder je hoofd. En in case this is not nice in your knees, then come on your back and hug yourself like this or like that. So keep your knees close together and bring your knees to your belly or come in child with your knees together or almost together and breathe. For some people, it's not nice with the arms on your side, so if you feel better with the arms above your head, that's okay. Voel. Als je de hele tijd naar voren zakt, als dat niet ontspannen is voor je hoofd, voor je gezicht, breng je armen dan boven je hoofd. Of misschien je handen onder je voorhoofd, that's also an option. Probeer plaats te maken in die rug. Voel dat je die rug breder kunt maken als je ademt. Oké, en dan duw je rustig op. Drop your blocks. En dan kom op je tenen, spread your toes, put them on the floor, come on your knees, stretch the soles of your feet. Maybe you want to have a cushion under your knees. Maybe it feels better. Try to sit as straight as you can. I will put on my timer. So, in case you cannot go on your knees because it is too painful, I have an option. Bring the belt around your toes and then try to pull your toes closer to you. Maybe if the hamstrings are short, you need to bend your legs a little. Dus probeer je tenen naar je toe te trekken. But in case you can do it with your knees, do it this way. I do not like this one. Wait, wait, wait. You stay there where you are. Ah.
Happy thoughts, happy thoughts, happy thoughts. Probeer zoveel mogelijk gewicht in die hielen te steken. Probeer die schouders achter te brengen. En je schouders boven je heup te houden. Hoe meer dat je naar voren zakt, hoe minder pret dat je beleeft in die tenen. Happy thoughts, happy thoughts, happy thoughts. You're halfway. Elk orgaan komt overeen met een puntje op je voedsel. Dus als je die voedsel stretcht, heeft dat echt invloed op heel je lichaam. It's a very good stretch. The sole of your feet. Your toes. Probeer ook hier niet sneller te ademen, omdat je een beetje pijn hebt. Ik heb ook een beetje pijn, maar probeer echt zo traag mogelijk te ademen. Breathe as slow as you can. Thirty seconds. Wait to go out. Do it slowly, do it easy. Because going out is not nice too. Do you give it naar voren and then shake. En kom op de andere kant van je voeten zitten. So now the top of your feet is in the floor and come here. Maybe you can even lift your knees. You don't have to, but you can. Maybe you're happy that you can sit here. Maybe je hebt ook die handdoek nog ergens bij de hand. Dus als dat beter is, for some people this will be easier for your knees. So you can go do this. Of misschien moet je handdoek nog dichter naar je knieën toe. Minder druk op je knieën. It's an option. Als je niet kunt zitten op je knieën, if this is too much, then try to push your toes down, or maybe when you have a cushion, then you have some weight. You put the blocks on top. Do it like that. And gently, gently, gently try to push your toes down. Actually, with the towel was nicer. And with the towel, it's also a massage for the calves. Dus als je veel hebt gesport, die kuiten zijn wel stijf. Dit is een goede massage voor de kuiten. Met die handdoek ertussen. Goed is relatief natuurlijk. Breathe. Als je stretch groot is, help het om een paar keer langs je mond uit te ademen. Doe maar toch. 30 seconds. En
And always remember those poses that you don't like. Those are the poses you need. De poses die gemakkelijk gaan, heb je niet zo hard nodig. Maar de poses die je een beetje kwaad of emotioneel maken, die heb je nodig. Spatig genoeg. Oké, slowly come on. So I need these ones. Oké, nou. Dat gaat snel als je handen zicht. The sides of the body. So what you want to do is, you can do it with a block. It's just a little harder. Dus je legt je een blok onder je ribben. En de bedoeling is dat je schouder en je heup op de grond blijven. Ik zal me een beetje draaien. So in case you have a block, dan raad ik u aan om er een handdoek op te leggen. Dat is toch iets gezachter. Heup blijft op de grond. Schouder is op de grond. En dan heb je misschien iets nodig voor je hoofd op te leggen. Dan breng je die bovenste arm over u. En misschien wil je die knieën optrekken. Misschien wil je nog iets tussen die knieën steken. Misschien breng je die knieën naar achter. Misschien strek je benen uit. Dus dat is wat je wilt doen. This is what you want to do. So you can stay on a block, but if the block is too much, then do it on a cushion. Maak dat kussen nog wat groter als dat nodig is. So feel what you need. Feel what you want. Maybe something under your head. And I feel more with the block. I will do it with the block. And a cushion. 3 minutes from now. Take your time to build it up. Als je niet goed ligt, beter... deze gaat doen. Als je niet goed ligt, beter ietsje meer tijd pakken om je beter te leggen dan dat je blijft liggen. Yeah, this is the one. Duw dan zachtjes die ribben op je blok of op je kussen en stretch echt heel die zijkant. Dus als je die knieën optrekt, is je stretch iets minder groot. So, check it out. Feel what you need. Breathe space in the left side of your body. Als die arm over je hoofd te veel is voor je schouder, dan leg die een arm hier. If this feels better for the left shoulder, that's okay. We are halfway.
Slowly kom uit, breng de knieën even een beetje hoger. Duw weer rustig op. Ik ga even zitten. Maybe you sit on your cushion or on a block and just feel your body. And prepare to go to the other side. It's a big stretch. For me. Maybe not for you. Okay, the other side. Try to use the same things. Dus als je er juist een kussen hebt gebruikt, dan doe je dat nu ook. Dus, heupjes op de grond en je wilt je schouder op de grond. I will need a cushion here. Dus, je mag de knieën optrekken. Je mag nog iets tussen je knieën leggen. Maybe you want to have something between your knees. This is less. But if that feels better, you really should do that. En dan voel, als dat lastig is voor je schouder, brengen we naar hem op je been. Up we go. Slow breaths. Maybe you feel different in both sides. Ademplaat in die rechterflank. Push your ribs gently into the block or into your cushion. Relax your face, your cheek, your eyes. Weer of je trager kunt ademen. Last slowly come out, zet die handen, breng je knieën op, duw jezelf op. Cross your feet, the weird way, feel your body.
En dan gaan we nog even op onze blok liggen. Voor die heup, die rug te ontspannen. So what you do is, go on your back, rol rustig af. Rek even helemaal uit. Give yourself a big stretch. Zet die voeten. Breng een blokje onder je heiligbeen. Walk your shoulders closer together. Lift your legs. Lift your legs, relax your arms. Maybe it feels better and better is more relaxed when you have a belt around the ball of your feet. So if you feel this is more relaxed, please use a belt. Just check it out. En als dat makkelijker is of meer ontspannen is, dan is dat beter. Als je hier wil blijven, is ook oké. Voel dat je heiligbeen, dat je buik helemaal kan ontspannen. Als dat niet zo is, moet dat blokje misschien iets hoger of iets lager. Slow breaths. Blijf daar. Stay there, stay there, stay there. Instagram will stop in a few minutes. So you can stay here. Do the Shavasana and relax. I will do one more option on the block. So I will start the Instagram again. If you want to join me longer, then you're welcome. Hello again. So a few more breaths on the block here. Misschien wil je benen meer buigen. If it feels better when you bend your legs more, please do. Moet je een buik bewegen. Probeer in je blokje te zakken. You can also use blue books instead of blocks in case you're using the books. It's the same thing under your sacrum. Make it as high as you prefer. So now I will give you an extra stretch. So what you do is you keep your left leg up and try to grab your right foot and bring your right toenails on the floor. Bring your right foot as close as you can to the right shoulder and then drop your right knee. So this is not possible for everyone. So in case this is too much, maybe you can hold your foot and stay there. Maybe that's an option. Maybe you cannot get the toenails on the floor. Maybe that's really too much. Then bring your right foot closer to the floor, closer to your bum, and try to drop the right knee. So this is an option. Maybe you can bring your toenails on the floor.
It's a perfect stretch for the groins, for the iliopsoas. If your block is a little higher, it's easier to do. Just that you know. So if the stretch on top of your foot is too much, it helps when you keep your hand there. Maybe you want to bend your left leg a little more. Just play with it. Maybe you want to bring your left knee closer to the left shoulder. Feel the difference. Then slowly come out, grab your foot, bring it up, shake your legs, and do the same thing with the other side. So keep your right leg up, grab your left foot, bring your toenails on the floor. Maybe this side is more difficult. Maybe you hold your foot to support when the stretch is too much on the top of your feet. Dat als je de bovenkant, vooral voor mannen, is dat een moeilijke stretch om je voet daar te krijgen. Misschien kun je die voet vasthouden, dat helpt. Misschien zetten je tenen op de grond, like this, but then on the other side. I don't know if you can see it. En dan laat je knieën naar voren zakken. So feel what you can do. En dan misschien hou je rechterbeen gestrekt, misschien buig je rechterbeen. Misschien is deze stretch veel moeilijker als deze kent. Mij is dat toch moeilijk, hè? Slow breath. De bovenkant van je voet is niet zo simpel om te stretchen. Je iliopsoas. Release. Laat je buik ontspannen. Laat je rug ontspannen. Misschien wilde je rechterknie dichterbij trekken. Feel what you can do. This is definitely more difficult on this side for me. Happy thoughts, slow breaths. You're almost there. Sun is shining. Okay, slowly come back. Twee benen omhoog. Circle your feet. Draai die voeten in de andere richting. Draai je benen. Circle your knees. Circle your knees in the other way.
met je voeten. Lift your hip. Grab your block or your books. Roll down. Wiggle from right to left. And then you come in Shavasana. Straighten the legs. Relax the arms. Maybe when you have your cushion, you want to bring your cushion under your legs. It will give you a little support, more support in the lower back. Maybe you want to have blocks under your knees or under your upper legs. Breathe slowly. Misschien pak je hoofd vast, breng je kin nog even naar je borst. Chin to chest. And then keep your neck long. Slow breaths, relax your belly, relax your back. Check out if your legs are relaxed, your feet, your toes, your calves, upper legs. Relax your hip, try to sink. Probeer die heup zwaarder te maken en goed in die mat te laten zakken. En span je buik, ontspan je rug, je schouderbladen. Probeer die schouders nog meer te laten zakken. Ontspan. Je biceps, je triceps. Maak je ellebogen zwaar. Span die onderarmen, die polsen. Relax your hands, your fingers. Relax the back of your head. Laat je hoofd dicht diep in je mat zakken. Relax your eyes, your cheek. Span your foot, move your toes, move your fingers. Give yourself a big stretch. Druk even in de knieën up. En kom eerst helemaal naar links. Roll all the way to the left. In both your fetus. En dan laten we je rechter schouder zakken. Drop the right shoulder. And come all the way on the right. Roll all the way to the right. In fetus. En laat dan je linker schouder zakken.
En dan rol je helemaal op je rechterzij. Kom rustig op. Maak je goed lang. Maak je goed uit. Kom je handen naar het derde oog. En vooruit. Namaste. Thank you for joining. See you back on Thursday. Have a nice day. Prettige dag. En voor degenen die kindjes hebben en moeten beginnen lesgeven, veel succes. Bye bye. Bye.